Hallo, ik ben Carola van Balkom en samen met Dick Jager ga ik jullie vandaag wat meer vertellen over genealogie. Wij zijn bestuursleden van de NGV, oftewel de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Kempen en Peerland. En wij gaan jullie vandaag even meenemen in de wereld van de genealogie. Waarom stamboomonderzoek? Het is echt een enorm interessante hobby. Het gaat over je voorouders, wat zij meegemaakt hebben, wat de generaties daarvoor meegemaakt hebben. Het is een hele leerzame hobby die zeker in deze tijd heel makkelijk vanuit huis te doen is. Sinds het internet is het ontzettend makkelijk om actes te vinden. Normaal gesproken zijn wij te vinden in de bibliotheken waar wij stamboomspreekuren doen. Dat zijn eigenlijk de momenten waarop mensen met vragen naar ons toe kunnen komen. Hè? Als ze niet weten hoe ze moeten beginnen of ze lopen ergens op vast. Dan kunnen ze naar die momenten komen om hulp te vragen. Gezien de omstandigheden gaan die op het moment niet door. Vandaar dat wij nu zeggen van we gaan een filmpje maken om mensen toch een beetje op weg te helpen. Middels wat voorbeelden, hè, leuke verhalen, willen jullie laten zien wat mogelijk is. Hè? Dat je een beetje weet welke verhalen er eigenlijk zijn, wat we kunnen vinden. Dus ik zal meteen beginnen met de eerste vraag te stellen. Dick, waarom ben jij begonnen met het onderzoek en wanneer ben je ermee begonnen? Zo, het kapje kan af. Carola zit op veilige afstand. De cameraman is 3 meter ver weg. We kunnen nu in deze tijd met elkaar rustig praten. Waarom vond ik genealogie leuk? Nou, het begon eigenlijk in de brugklas. De docent geschiedenis deelde tijdens de les een papiertje uit, een A5'tje, met erop gegevens die je in kunt vullen over je familieleden. Nou, ik vond het eigenlijk helemaal niet interessant, want mijn familie stelde, dacht ik, niet zoveel voor. En ik heb het wel gebruikt om vorstenhuizen op te schrijven. Maar dat heeft de tijd blijven liggen. En later, toen mijn oudste zoon geboren werd, ben ik ermee doorgegaan. Een neef met zijn vrouw kwam op bezoek, had al wat gegevens over de familie verzameld. En ik heb dat toen overgenomen en ben verder gegaan. Samen met mijn vrouw ben ik de archieven gaan bezoeken in Leiden, in Arnhem en heb ik daar veel gevonden. Toen kon ik mooi een andere hobby combineren, namelijk de ICT. In mijn werkzaam leven was ik natuurkunde- en wiskundedocent en heb toen met de programma's die toen bestonden alle gegevens in een spreadsheet kunnen opschrijven, zodat ik alles bij de hand had en het niet bij het appelpapier beland. Als je van puzzelen houdt en van geschiedenis, is genealogie een prachtige hobby. Je moet echt af en toe allerlei gegevens bij elkaar sprokkelen om er maar voor te zorgen dat je weet wie je andere voorouders waren, omdat vaak er geen achternamen zijn. Voor Napoleon, zoals bekend, moest men maar doen met de naam van je vader. Gelukkig waren er regels voor vernoemingen. En met behulp van die vernoemingsregels kon je dan hele families reconstrueren en aangeven wat dan toch wel de ouders moeten zijn en de grootouders van de betreffende voorouder. Maar ja, dat was mijn verhaal. Maar waarom, Carola, heb jij eigenlijk je vastgeweten in die genealogie? Waarom ik met genealogie begonnen ben? Leuke vraag. Ik ben daar, ik denk, bijna 7,5 jaar geleden mee begonnen. Ik kom uit een vrij kleine familie en ik was eigenlijk benieuwd van, hoe groot of hoe klein is mijn familie eigenlijk? Ik kreeg op een gegeven moment een manier aangereikt om de lijn van mijn vader uit te zoeken. Dus mijn vader, daar de vader van enzovoort. Maar ik dacht, ik wil eigenlijk meer dan dat. Ik wil niet alleen mijn vaders lijn, ik wil ook mijn moeders lijn en de oma's kant, zal ik zeggen.
Dus toen ben ik gaan zoeken naar mogelijkheden om dat in kaart te brengen. Toen kwam ik uiteindelijk bij een stamboomprogramma aan en begon ik de gegevens daarin te zetten. En toen ik eenmaal door had hoe dat programma werkte, ja, toen was ik verkocht. Het was gewoon echt, ja, je blijft maar dingen vinden en je blijft maar dingen tegenkomen, leuke verhalen. En je leert eigenlijk zo je voorouders kennen. En ja, het is gewoon echt een heel verslavende hobby. Het is ik noem het altijd schat zoeken. Maar dan met de garantie dat je iets vindt, maar je weet alleen niet wat. Ja, echt gewoon heel erg leuk. Een leuke vondst. Nou, ik weer eentje zo aardig. Dat gaat over een voorvader van mijn moeder. Die heette Anthony Baudin. Anthony Baudin vond ik in het archief, was als 2,5-jarige jongen door zijn vader, Pieter, naar het weeshuis gebracht. Want zijn vader die ging naar Indië toe als soldaat bij de VOC. En goed, hij gaat weer weg uit het weeshuis, trouwt en dat allemaal had ik wel kunnen vinden. Maar in het archief vond ik ook een aantekening dat hij geld had meegekregen. En toen ben ik eens gaan kijken. Wat blijkt nu? In Holland waren er ontzettend veel loterijen aan het begin van de 18e eeuw. Hadden ontzettend veel geld nodig de mensen, de gemeentebesturen. En dat was een leuke bron van inkomsten voor ze. De staten die wilden graag een beetje aan kanaliseren. En hebben toen de voorloper van de staatsloterij, de zogenaamde Generaliteitsloterij, in het leven geroepen in 1726. Wat wil nu het geval? Bij zo'n staatsloterij of trekking werden de weeskinderen gevraagd te helpen. Kijk eens even op dit plaatje. Op het plaatje ziet u de ridderzaal. En in die ridderzaal, in de grote zaal, staat een verrijkbare opstelling. En die verrijkbare opstelling, daarin bevinden zich twee trommels. Als u goed kijkt, ziet u aan de linkerkant een grote trommel en aan de rechterkant een kleine. Ook staan erbij twee hele kleine figuurtjes die aan die trommel draaien. Dat zijn de weeskinderen. Die mochten aan de trommel draaien en de loter eruit halen. De mensen die een prijs hadden gekregen, die gaven zo'n weeskind een zogenaamde verering, een klein bedrag van de prijs die ze hadden gewonnen. En dat werd keurig door het weeshuis geadministreerd. Mijn voorvader mocht dat een paar keer doen. In 1731, hij was toen dus net 11, 5 jaar nadat het geheel was opgestart, heeft hij dat een paar keer gedaan en kreeg een behoorlijk bedrag. Totaal was het iets van 331 florijnen. Ik meen dat dat iets van 4000 euro vandaag de dag zou moeten zijn. Dat werd hem bij zijn huwelijk in 1744 in twee delen uitgekeerd. En wat deed hij toen? Als een van de eerste dingen, een graf kopen voor hem en zijn vrouw in de nieuwe kerk van Den Haag. Nou, dat was een hele leuke vondst. En dat betekent dus ook dat ik op die manier wat meer weet over het leven van die voorouder, geplaatst in die tijd, in de tweede helft van de 18e eeuw. Ja, dat was mijn voorvader en zijn activiteit op geldelijk gebied. Carola, heb jij onder jouw voorouders toch enige personen die er uitspringen op een of andere manier? Dan hoor ik dat heel erg graag van je. Jazeker, ik heb zeker wel een aantal leuke vondsten. Of dat helemaal een crimineel is, dat weet ik niet. Maar ik heb in ieder geval een voorouder die met enige maat regelmaat in het gevangenisregister voorkwam. Maar dan vooral vanwege dat hij vechtpartijen, dat hij daarbij betrokken was. Ik heb één voorouder ook die wel eens wat weggenomen heeft en daarvoor veroordeeld was. Ook een heel leuk verhaal. Ik heb ook takken die naar het buitenland gaan.
Vooral net over die grens met Duitsland. Maar ik heb ook een Zwitserse voorouder. Dat is ook wel heel erg leuk. Laat ik even de akte zien. En dat is de akte van mijn voorouder die in 1748 in het plaatsje Oberballen, vlakbij Berm, gedoopt is. Dus, nou, dat is ook wel heel erg leuk. Die is als Zwitserse militair uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. En ja, daar stam ik vanaf. Dus ja, dat is ook een hele leuke vondst. Hierna volgt een korte presentatie waarin we een aantal begrippen die in de genealogische wereld veel gebruikt worden, die gaan we dan even kort toelichten. Zodat we ook weten wat er bedoeld wordt met diverse woorden. En we gaan ook even uitleggen in een hele simpele versie hoe je het makkelijkst kan zoeken en hoe je snel een aantal generaties verder kan komen. Mijn collega Dick gaat hierna de presentatie geven. Je hebt misschien thuis een doos met allerlei familieberichten, zoals geboortekaarten, rouwkaarten, bidprentjes. En je wilt eigenlijk wel iets meer weten over je familie, over waar je grootouders vandaan komen. Kortom, je wilt iets aan je stamboom doen. Je begint dan wel met een verslavende hobby, namelijk genealogie. Maar eerst moet je weten wat sommige begrippen betekenen. Het gaat om de volgende 5 termen. De meest algemene term is dus stamboom. Iemand vraagt aan je, hoe ver ben je met je stamboom? Een stamboom is een getekende voorstelling van allerhande familierelaties. Bijvoorbeeld uit het boek Het Verdriet van België, de onderlinge relaties tussen de verschillende hoofdpersonen. Je ziet daar ooms en tantes, opa's, oma's enzovoort. Een kwartierstaat, dat is de leukste vorm, omdat daar alle voorouders bij betrokken worden. En dat zijn er wat. Je begint met 2 ouders, dan 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 bedovergrootouders enzovoort. De familienaam verandert dus steeds. En je komt op heel wat verschillende plekken in het land of in het buitenland. Als tekening ziet het er zo uit. Steeds een omgekeerde piramide. Een stamreeks, dat is de rechte lijn naar een voorouder. Bijvoorbeeld de patriarchale stamreeks van je vader naar je grootvader, je bedovergrootvader enzovoort met dezelfde familienaam. Een voorbeeldje waarbij je ziet dat dezelfde familienaam niet steeds opgaat, want toen Napoleon kwam, weet u, moest iedereen een voornaam nemen. En ook vaders en zonen, en die kozen soms, zoals in dit geval, een verschillende voornaam. In 1811 nam de oudere Poppo Rimps de naam deurwaarder aan en zijn zoon, die getrouwd was met een jager, dacht ik neem gewoon de naam van mijn vrouw aan. En zo kwamen de jagers tot stand. De matriarchale lijn geeft echt nagenoeg altijd verschillende achternamen. Een parenteel, dat is alles wat uit een echtpaar komt. U ziet hier een echtpaar met 2 zonen en 1 dochter. Ze hebben totaal 9 kleinkinderen en ook die kleinkinderen hebben alweer kinderen. Alles wordt dus genoemd. De aangetrouwden worden 1 keer genoemd, hun ouders staan er bijvoorbeeld niet bij. Een genealogie is eigenlijk de afstammingslijst van de
kinderen en kleinkinderen in de mannelijke lijn. Ze houden dus dezelfde familienaam. De vrouwen worden wel opgenomen met hun man, maar zonder kinderen. U ziet de dochter hier van het echtpaar, die trouwt netjes, krijgt 2 kinderen en 3 kleinkinderen, maar die worden niet opgenomen in de genealogie. Op een rijtje de 5 begrippen. Alle gegevens die je vindt van de kaarten uit je doos of alles wat je op internet vindt straks, noteer liefst in een tekstverwerker. Door vragen te stellen aan oudere, nog levende familieleden kun je weer heel wat gaten invullen. Maar noteer wel dat ze uit bijvoorbeeld mondelinge overlevering zijn gekomen. En vervolgens kunnen we het internet opgaan. Ook daar weer geldt. Noteer zoveel mogelijk de getuigen, de nummers van de akte, de data enzovoort. We gaan nu zoeken. Bijvoorbeeld naar grootmoeder oma Bets Paf. We weten iets van haar. Ze vierde in 72 en 60 jaar huwelijk met opa Koos Bodaan. En ze overleed in 1988 toen ze 95 was. Met die gegevens komen we een heel eind. We weten dus dat we naar een Elisabeth moeten zoeken die in omstreeks 1893 getrouwd is en in 1912 geboren. Net andersom dus. Ja. Er zijn veel mogelijkheden, daarom kunnen we bij het zoeken op internet vaak gebruik maken van jokers. Bijvoorbeeld, het vraagteken vervangt 1 letter. En het sterretje, de asterix, vervangt een hele reeks tekens achter elkaar. We gaan het nu uitproberen met een belangrijk programma Wie was wie. En als we dat doen, dan komen we op het internet, als dat lukt, ja. We zijn hier bij Wie was wie. We zoeken een naam en we zullen dus intikken Elie Asterix Paf. Let u maar niet op dat schermpje wat verschijnt. Dat is een hulpschermpje wat verschijnt als u een paar keer het programma gebruikt hebt. We klikken op het vergrootglas om te gaan zoeken. We krijgen dan 68 resultaten. Dat is wel wat veel. Om te beginnen zullen we gaan sorteren. Dat doen we door op de datum te klikken. En dan zien we dat de Elisabeth Pafs die bekend zijn, zowel vanaf 1720 bekend zijn. Ja, wij willen weten wat ze zou willen. Dus we zoeken naar bijvoorbeeld de bruid. We zoeken een bruid en we kijken dan en zien dan uiteindelijk hier maar 8 resultaten en in 1912 is er een Elisabeth Cornelia in Rotterdam gehuwd. We klikken deze aan. En op dat moment zien we dat we de goede hebben. Krijg ik een beeld krijgen. Het is inderdaad Elisabeth Paf gehuwd met een Bodaan. We zien hier ook de namen van wederzijdse ouders. Datum exact van het huwelijk in Rotterdam. Het nummer van de akte. Waar die te vinden is. En niet in het minst vinden we ook hier rechts een aanwijzing dat wie was wie ook weet waar de ouders van de bruid
gehuwd zijn. Maar eerst noteren we al deze gegevens, eerst misschien met de hand en later in een tekstverwerker. Door nu op dit balkje te klikken, vinden we het huwelijk van de schoonouders, herstel van de ouders van Elisabeth. En we zien ook hier weer dat het huwelijk van de ouders van de bruidegom ook bekend is. Johannes Paf en Elisabeth de Jager, 1870. Zo kunnen we een eind teruggaan. Niet alles is dus duidelijk, want we misten al in de voorafgaande een bewijs dat wie was wie, het huwelijk van de ouders van Koos Bodaan, heeft kunnen vinden. Dat ligt niet aan het programma, maar dat komt doordat de stad waarin de ouders van Koos Bodaan trouwden, dat bleek uiteindelijk Den Haag te zijn, nog niet is opgenomen in wie was wie. Maar dat komt uiteraard binnenkort. Als we nu eens kijken naar het volgende, zien we dat we op deze manier een mooi begin hebben gemaakt met ons stamboomonderzoek. Veel succes! Ja, na deze presentatie weet u wat over de terminologie die we gebruiken in de genealogie. En kunt u ook alvast wat opzoekingen doen. Natuurlijk hebt u op een gegeven moment heel veel namen, plaatsnamen, data. Maar dat is niet het levende materiaal waarnaar we zoeken. We willen onze genealogie ook aankleden. Waar woonden onze voorouders? Wat deden ze? Wat waren hun beroepen? Wat was er politiek gezien in hun regio aan de hand? Nou, daarvoor kunt u altijd te raden gaan bij de bibliotheken. En ook kunt u lid worden van verschillende genealogische verenigingen. Bijvoorbeeld van de NGV afdeling Kemp en Peeland. Want daar zitten mensen die u kunnen helpen met kleine vragen, grote vragen. Leden helpen andere leden. Veel van onze leden hebben expertise opgebouwd, verschillende terreinen. En willen dat graag delen met anderen geïnteresseerden in de genealogie. De NGV houdt ook lezingen over genealogisch interessante onderwerpen. En deze afdeling Kempen en Peeland verzorgt ook cursussen. Wilt u meer weten over bijvoorbeeld oud schrift, hoe 17e eeuwse akten te ontcijferen? Of wilt u meer weten over de computerprogramma's die je kunt gebruiken om je gegevens op te slaan, dan is Kempen en Peeland de afdeling om bij te raden te gaan. En voor al onze leden hebben we natuurlijk alles over. Carola, ik wou jou vragen om de zaak een beetje te gaan afsluiten, want de mensen hebben ontzettend veel informatie al gekregen. Wil je dat doen? Ja, de afsluiting die zal ik inderdaad doen. Ik wil u allereerst bedanken voor het kijken. We hopen dat u er veel van geleerd heeft. Gezien de coronamaatregelen is het even kijken wanneer een volgende activiteit van ons weer komt. Tot die tijd zou ik zeggen, hou de Facebookpagina vooral even in de gaten. Daarop publiceren wij wanneer er lezingen zijn of andere bijeenkomsten. Hou de aankondigingen van de bibliotheek even in de gaten voor de stamboomspreekuren. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en hopelijk tot snel!